Goedemiddag allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Samen Sterk, het grote inzamelingsprogramma voor aandacht en steun voor elkaar. Speciaal voor onze kijkers in Hezen, Leende en Kranendonk. Dian, ja. Hoe is het? Ja, goed. Beetje geslapen? Ja, zeker wel. Ben je al klaar voor de sneeuw vanmiddag? Ja, lekker hè. We gaan een heel veel sneeuw krijgen. Ja, ik zie er wel naar uit. Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, de sneeuw, waarschijnlijk kan de slee van de zolder, en dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Wil je reageren? Doe dat. Stuur even een persoonlijk berichtje. We zitten nu live op Facebook en we gaan vanaf over een uurtje of zo dit op televisie zetten. En als je de groetjes wil doen of je misschien even een leuk filmpje sturen of een foto laten zien, gewoon even sturen via Facebook of een mailtje naar televisie@rtvhorizon.nl. Wie gaan we vandaag in de uitzending halen? Wetter op Marcel Lemmen. Hey, Marcel Lemmen. Ja. En die hebben we al, in de klaarstaan. Nou, dan ga ik hem gewoon bijhalen. Wat leuk. Even kijken. Marcel Lemmen. Een goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Goed, met mij is het goed. Met een lockdown weet ik me uitermate goed te vermaken. En ondertussen zijn we heel erg hard bezig voor de inwoners van Kranendonk. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar toch samen door deze tijd heen komen. Hè? Dat past volgens mij ook heel erg bij de thematiek waar jullie op dit moment mee bezig zijn. Ja, we spraken elkaar onlangs heel kort even op het gemeentehuis. Wij waren druk bezig met de voorbereiding van de livestream. En in de setup was daar even een verbinding met jou. En je vertelde van wij zijn echt heel veel thuis. Je wilde ook echt dat signaal geven, hè? Want het is van belang dat we ervoor zorgen dat we de zorg ontlasten. Daarvoor moeten we gewoon met z'n allen zorgen dat we ons aan de regels houden, aan de richtlijnen. En dat we ook ervoor zorgen dat we thuis zijn. We leven in een bijzondere tijd, maar ook in een hele moeilijke tijd. En ik ben onlangs ook een keer in het Sint-Jans Gasthuis geweest, op de afdeling waar ze ook patiënten behandelen. En ja, als je daar komt, dan besef je ook wat ook nodig is. En we moeten daar allemaal met elkaar aan werken om ervoor te zorgen dat onze ouderen, maar niet alleen onze ouderen, maar gewoon iedereen die toch meer last heeft van corona dan de wat lichtere symptomen, dat zij door deze tijd heen komen. En daar hebben we alle handen aan het bed voor nodig. Ja. Ja. Ja, dan is het dus zoveel mogelijk thuis blijven. Dat betekent ook dat je tijd moet zien om te krijgen. Ja. Hoe doe jij dat? Hoe is jouw tijdbesteding, als ik zo vrij mag zijn om te vragen? Hoe is mijn tijdbesteding? Nou ja, door de week ben ik vooral bezig als wethouder om heel veel te overleggen. Nou, dat doen we bijna allemaal via de digitale verbindingen, zoals wij nu ook met elkaar praten. Nou, dat is gewoon een volle werkdag, vaak van 8 uur 's ochtends tot, ik hoop meestal tot 5 uur, maar vaak ook nog wel een beetje daarna. En verder ben ik heel erg veel met mijn gezin bezig. We spelen heel veel spelletjes. Catan is bij ons een spel dat veelvuldig op tafel komt. En helaas, mijn dochter wint altijd, dus ja. Ik heb er niet zo talent voor. Ik heb nog nooit zo'n opgeruimd huis gehad, maar daar zullen we denk ik allemaal wel mee te maken hebben. En ik kijk heel veel film, maar dat is ook een van mijn hobby's. Dus ik kom een tijd wel door. Ja, ja, ja. Ja, je zegt, we spelen heel veel spelletjes. Ik denk dat menig kijker denkt, ja, dat doen ze wel meer op de gemeente. dat klopt. Maar ja, dit is in de huiselijke sfeer en hier zorgen we gewoon voor. En die spelletjes op het gemeentehuis, die zijn altijd in het belang van onze inwoners. Laat ik dat ook gesteld hebben. Laten we even kijken. Dian, jij houdt even bij wie er reageert. Misschien komen er vragen binnen. Misschien wel leuk om die dan even te delen met Marcel. Kijken of Marcel wil antwoorden. Hoe gaat het bij jou thuis, als ik vraag mag? Hoe doet de rest van het gezin het met deze lockdown? Mijn vrouw die werkt bij een integratiebureau. Zij werkt daar op en af thuis en op het werk. Soms is het gewoon nodig om naar het werk te gaan met haar werk en met haar bezigheden. Dat doet ze overigens gewoon in een eigen kantoor. Dus zij heeft daar ook weinig verbinding met. Dat is gewoon de dagbesteding. Ja, mijn dochter heeft het digitale onderwijs. Laten we het zo zeggen, dat is een bijzondere wijze, want ja, dat gaat, ik zeg altijd, horizontaal tegenwoordig. Ze ligt veel op bed, zeg ik altijd maar. En het zijn beide dames zijn paardrijden liefhebbers, dus ze zijn ook veel buiten om met de paarden bezig te zijn. Daar is natuurlijk ook niet zo heel veel mensen. Ik wandel regelmatig en we hebben ook een hond, dus die moet er af en toe ook uit. En vanavond
toevallig omdat het gaat sneeuwen. Ik ben echt van de sneeuw. Dus eens kijken of we daar vanavond ook wat mee kunnen vermaken. Dus dat is een beetje de bezigheid zoals we die tijd doorkomen. Ja. Hebben jullie iets grappigs meegemaakt de afgelopen weken? Toevallig iets leuks wat je met ons kan delen of wil delen? Ja, iets grappigs. Wat ik wel bijzonder vond is het feit dat ik met wat inwoners aan de praat ben gekomen. En vooral met inwoners die zich continu inzetten om hun buurtgenoten, vaak wat oudere buurtgenoten, om die toch te blijven betrekken. De bezoeken die ze daarbij hebben, ook regelmatig eens een keer mee betrekken van hey, wij gaan vanavond dit eten, dan zullen we ook een potje rondbrengen. Nou, ik vind dat gewoon hele mooie dingen om te horen. Dat zagen we in het begin van de coronacrisis, zagen we dat, en dat zien we nog steeds. Ja, en wat grappigs, ja, ik moet heel eerlijk bekennen, daar kan ik zo even geen anekdote denken. Nee. Ik weet niet of ik goed zit, maar jij woont toch in Gastel, of niet? Nee, ik woon in Budel. Woon je in Budel? Oh, dat wist ik niet, sorry. Oké. Hoe kom je erbij in Gastel? Een paar honderd meter van het gemeentehuis. Ik woon een paar honderd meter van het gemeentehuis. We hebben daar volgens mij een keer een item opgenomen, een keer voor een school. Ja, klopt inderdaad. Toen hebben we bij het Lange hebben we een item opgenomen. Toen een keer, hè? Ja. Is er misschien nog iets wat je wilt delen met onze kijkers? Of misschien een oproep of een tip of iets waarvan je zegt, dat vind ik wel fijn om even bespreekbaar te maken? Wat ik in deze tijd belangrijk vind, is dat we vooral ervoor moeten zorgen dat we elkaar blijven ondersteunen. Eventjes een kaartje, een briefje, een belletje. Ga eens een keer langs bij de deur, op afstand natuurlijk, om eens te vragen, nou, hoe gaat het nu? Daarnaast wat ik ook heel belangrijk vind, is dat we ervoor moeten zorgen dat we zelf ook aan onszelf blijven denken. We denken heel veel aan anderen, is heel belangrijk, maar kijk ook wat je zelf nodig hebt, maar vertel ook aan anderen wat je nodig hebt. En blijf er niet meer rondlopen. Ik denk dat we in deze tijd, op die momenten, als we dat kunnen gebruiken, door deze tijd heen komen. Want ja, het duurt wel heel lang en voor heel veel mensen zijn het beu, geduld is op, maar wordt ook triest. En ja, dat doet mij wel wat, als ik dat zo zie. Ja, van de week de persconferentie van Rutte, die was nog best wel serieus van aard. Ja. Hij merkte ook wel heel duidelijk dat hij zegt gewoon, ja, we weten niet wat er op ons afkomt. Ik vond die zin eigenlijk, is het meeste bij mij blijven nagalmen. Ja, we moeten dat afwachten. Het heeft weinig zin om te speculeren. Dat doen ze op alle andere televisiezenders al. Wij willen het graag positief houden hier in dit programma. Ja. We leven wat dat betreft met de dag en proberen gewoon met de dag er het beste van te maken. We willen graag onze kijkers ideeën geven, tips geven, toch leuke nieuwtjes delen. Vandaar mijn vraag. Dian, volgens mij is er nog een onderwerp wat we in de show van de radio morgen hebben. Ja, we hebben morgen de Stichting De Hoof met de nieuw op te zetten tuin. Marcel weet er alles van, want er is een experimenteersubsidie. Marcel, ja. Kun je eens uitleggen wat het is? Ik wil niet zozeer bestarten bij de experimenteersubsidie, maar die is wel heel erg belangrijk. We zijn in Kranendonk samen overigens met onze gemeentelijke partners Weert en Nederweert bezig met een programma. Dat programma heet Samen aan de Slag. En dat programma is eigenlijk een droom van drie gemeenten. Zoals jullie en denk ik ook alle inwoners wel weten, is de gemeentes zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alles wat met zorg en welzijn te maken heeft. De jeugdzorg, de WMO, de participatiewet. Die hebben wij gekregen en het doel is altijd geweest om ervoor te zorgen dat we met elkaar... Premier Rutte heeft dat ooit de participatiesamenleving genoemd. Om met elkaar vorm te geven aan ons leven en wat we allemaal tegenkomen in ons leven. Of we nou op een goede manier willen werken, met elkaar samen willen recreëren. Kinderen die met elkaar leren. Ouderen die ook gewoon een goede oude dag willen hebben.
Wat we ook zien tegelijkertijd is dat dat best lastig is om dat goed te doen. Want ja, we hebben een bepaalde samenleving. Nou, en de droom die we als gemeentes hebben is dat wij in de toekomst, en we hebben daar zelf een stip op de horizon gezet, die stip op de horizon is 2022, dat we ervoor willen zorgen dat onze drie gemeenten iedereen meetelt, meedoet en de eigen mogelijkheden bijdraagt. En waar wij onze talenten, of we nou een talent hebben om te schilderen, of een talent hebben om met mensen te spreken, of een talent hebben om mensen aan het lachen te maken, dat die talenten benut worden. Maar we beseffen ook dat we dat als gemeente niet zelf kunnen doen. Daar hebben we iedereen voor nodig. Of dat nou onze partners zijn, hè, zoals welzijnsorganisaties of zorgpartners. We hebben bovenal onze inwoners daarbij nodig. En om dat mogelijk te maken, hebben we gezegd van hoe kunnen we dat nu doen? Nou, daarvoor is het programma Samen aan de Slag gekomen. En Samen aan de Slag is een idee geweest wat in 2018 is ontstaan. En het idee was van we gaan met elkaar ontdekken wat er nodig is. We gaan kijken, we gaan ideeën uitwerken en we gaan ook ruimte geven voor die ideeën. En die ideeën die hebben soms ook wat meer nodig dan alleen maar goede inzet. Soms hebben we daar ook gewoon middelen voor nodig. Gewoon euro's kunnen doen. En dat is uiteindelijk de experimentregeling. De experimentregeling is bedoeld om initiatieven en ideeën de ruimte te geven om gewoon ermee aan de slag te gaan. Om te ontdekken wat is nu nodig om die droom met elkaar vorm te kunnen geven. Wat kunnen we ervan leren? Wat hebben we nodig? Hoe kunnen we met elkaar samen werken, samen leven en elkaar samen helpen. In Kranendonk hebben we daar een aantal initiatieven voor gekozen. In totaal zijn er 7 initiatieven gekozen in de experimentregeling van de eerste 30. Het was de eerste ronde van de experimenteerregeling. Er zijn nog 2 rondes. De tweede ronde is nu bezig en de derde die komt later dit jaar. En vanuit die 7 initiatieven zijn er toevallig 2 direct Kranendonkse initiatieven naar boven gekomen. De eerste initiatief is het welkomsteam in Budelschoot. Ook bekend. Ik heb het wel eens gehoord in de uitzendingen. Jullie hebben er al aandacht aan besteed. Dat is een initiatief die eigenlijk inwoners en nieuwe dorpsgenoten wegwijs maakt in Schoot. Wat er allemaal is aan verenigingen, bedrijven en voorzieningen. Maar die toch vooral tot doel heeft om dorpsbewoners in staat te stellen om elkaar te kunnen blijven vinden. En ook om elkaar een beetje op elkaar een beetje te kunnen blijven letten en te kunnen zorgen. En het tweede initiatief is Stichting Den Hoof. Het initiatief van de verbindingstuin, want zo noemen ze zichzelf, een verbindingstuin, waar iedereen aan kan meewerken, maar elkaar ook kan ontmoeten en kan ontdekken waar een talent is. En het mooie aan dit initiatief is uiteindelijk dat het een initiatief is vanuit inwoners. Vanuit inwoners die zeggen, wij vinden het belangrijk om met deze tuin vorm te geven aan hoe wij met elkaar hoe we elkaar kunnen ontmoeten. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat iemand een ander kan helpen. Hoe we een talent kunnen ontdekken. Een tuin is niet alleen maar om plantjes te planten. Je moet ook organiseren. Je moet soms eens kijken van, willen we een tuinhuisje bouwen? Nou, dat ga je ook met elkaar doen. En dat is het mooie aan die verbindingstuin. En het mooie daarbij ook is dat het een initiatief is wat ook kopieerbaar is. En we willen graag ontdekken wat zo'n tuin nu uiteindelijk in de brede zin kan brengen. Kunnen we inwoners die bijvoorbeeld financieel wat meer hulp nodig hebben, helpen om wellicht met eigen groente de eigen groente te kunnen verbouwen? Kunnen we met lichtverstandelijk beperkte kijken of zij samen met iedereen gewoon samen aan zo'n tuin kunnen werken? Kunnen we kijken wat het doet op het moment dat ouderen zeggen van, ik vind daar mijn dagbesteding en wat betekent dat voor mij? En de wijze waarop ik positief in het leven staan. Nou, en dat is het mooie aan die verbindingstuin. En dat vonden we als selectiecommissie, want we hebben een selectie gemaakt, vonden we het zeer de moeite waard om hen uiteindelijk ook die experimenteergelden toe te kennen, zodat ze aan de slag konden. Het komt eigenlijk voort uit de burgerschapparticipatie, wat volgens mij nog afstand uit het kabinet Balkenende, volgens mij, dat de overheid steeds meer burgers wil betrekken in allerlei initiatieven. Is dat zo? Is dat iets wat daarbij hoort? Of
Ja, ik denk dat het daar uiteindelijk wel ooit is begonnen. Maar daar is eigenlijk denk ik de hele ontwikkeling vanuit het sociaal domein is daar ooit begonnen. Ja, in 2015 hebben we een grote stap gemaakt als Nederlandse maatschappij. Door al die taken bij de gemeente neer te leggen. Maar de volgende stap is van hoe zorgen we er nu voor dat we het niet alleen als gemeente doen, maar de transformatiegedachte is dat we het met z'n allen gaan doen. In Kranendonk hebben we daar zelf heel veel aandacht aan besteed vanuit burgerparticipatie. Daar past die heel erg goed bij. Maar daar hebben we ook een transformatie voor nodig. Een andere manier waarop we met elkaar dingen willen gaan doen. En dat is uiteindelijk wat Den Hoof, naar mijn mening, echt nastreeft om dingen op een andere manier te gaan doen. En daarom ben ik ook zo blij dat uit de selectiecommissie heeft gezegd, wij willen dit idee en dit initiatief een kans geven. Het is een startidee gekomen. Nou, dat kan zich op alle manieren ontwikkelen. Het idee hoeft zich niet te ontwikkelen zoals het aan de voorkant ooit is bedacht. Nee, het gaat erom, wat kunnen we ervan leren? Want dat is vooral zeker. En dus het oorspronkelijke idee wat er is, als dat goed gaat, is natuurlijk perfect. Maar het mag zich ook anders ontwikkelen. Dingen mogen ook mislukken, want het is een experimentregeling. Want uit iedere mislukking, want we zijn, als maatschappij zeggen vaak, nou dat zal dan wel niet gelukt zijn. Nee, ik vind juist dat je op dat moment ook ziet dat we ook daar weer van kunnen leren van oké, dat ging misschien niet goed, maar dit ging wel goed. Laten we daar eens naar kijken hoe we dat kunnen kopiëren naar andere initiatieven in onze maatschappij. Ja, zeker. Ja, mooi. En Den Hoof heeft een subsidie gekregen van 30.000 euro, Marcel, dus daar kunnen ze echt gewoon een mooie start mee maken. Ja, ze hebben 30.000 euro gekregen vanuit de experimentregeling. Ze hadden overigens al eens een keer een startsubsidie gekregen vanuit het burgerparticipatieplatform Vonk. Daarmee hebben ze eigenlijk alles, hun idee verder vervolmaakt. Ja. Zodat ze ook met initiatiefnemers, want er zijn ook bedrijven die aangesloten zijn om het idee verder uit te werken. En de subsidie moet er uiteindelijk voor zorgen dat ze ook de tuin daadwerkelijk kunnen gaan realiseren. En voor zover ik heb begrepen, gaan zij in ieder geval voor dit jaar aan de slag vanuit de pluktuin in Gastel. Om daar eigenlijk als eerste experiment voor henzelf te kijken. Hoe kunnen we het nou goed met elkaar organiseren? Ondertussen zijn ze ook nog op zoek naar een wat definitievere plek. Ze hebben best wel wat grond nodig om het goed te kunnen realiseren. Ja. Nou, daar kijken we samen met hen als gemeente. Maar de oproep is ook dat als er particulieren zijn of boeren die zeggen, nou, ik heb een stuk grond van, ik geloof, ongeveer 1 hectare, wat goed bereikbaar is, wat ik eigenlijk vrij kan inzetten, langjarig, nou, dan zijn ze daar heel erg mee geholpen. Dus ik wil hen ook helpen om dat te kunnen realiseren. Ja, en vorige week heb jij de certificaten uitgereikt. Dat betekent dat die ronde verder is afgesloten en mensen kunnen zich nog opgeven, hè? Ja, dat klopt. De experimentregeling die bestaat uit een drietal rondes. De tweede ronde zijn we nu mee bezig. Die wordt bijna afgesloten. En de derde ronde die staat open. En tot en met 30 april kunnen initiatieven zich aanmelden. De initiatieven die zich willen aanmelden kunnen zich wenden tot de website www.samenaandeslag.net. Daar kun je de experimentregeling vinden, wat het programma behelst. En wat je ervoor moet doen, het is allemaal heel erg laagdrempelig. Het gaat ons vooral erom van kom met je ideeën naar voren, want wij weten dat we jullie nodig hebben om die droom die we met elkaar hebben. Iedereen moet meetellen, iedereen moet meedoen en doe mee naar je eigen mogelijkheden, dat die droom alleen maar samen gerealiseerd kan worden. Ja, de naam zegt het al, elk experiment is welkom. Ja. Het is een experiment, dus het idee mag ook heel erg wild zijn. Hè? Dus als je zegt, nou, ik heb iets en ja, onder normale omstandigheden zou niemand daar naar luisteren. Mm-hmm. Wij gaan daar naar luisteren. Wij vinden het belangrijk om de wildste ideeën te kunnen beoordelen, want vaak zitten daar ook hele goede onderliggende motieven of methodes achter die wij weer kunnen gebruiken op andere vlakken. Ja, dus ze kunnen gewoon kijken op www.samenaandeslag.net. Daar staat alle info en kunnen mensen zich ook aanmelden. Klopt inderdaad. Super. Goed. Nou, mag ik jou hartelijk bedanken, Marcel, voor je toelichting.
En als er iets is wat we kunnen doen, je weet ons te vinden. Stuur even een mailtje, televisie@rtvhorizon.nl of gewoon even appen met Jan. Net zo makkelijk natuurlijk. Contact ligt er al, hè. En ja. Laten we het beste van hopen de komende weken. En ideeën, tips, altijd welkom, Marcel. Zeker. Dus nogmaals de oproep, doe alsjeblieft mee. We waren overdonderd van de eerste ronde dat we 30 initiatieven hadden. Dat hadden we niet durven hopen. En ik hoop dat we voor de laatste ronde dadelijk uit 60 initiatieven kunnen kiezen. Want dat betekent dat het ons allemaal bezighoudt. Zeker. Ja. En vooral in deze tijd. Je hebt tijd genoeg om erover na te denken. Dus kom met je initiatief. Ja, en mocht je toch nog wat schroom hebben, we hebben ook iemand aangesteld die je ook kan helpen met het uitwerken van het initiatief. Dat noemen wij de aanjager, het programma Aanjaag. En als je moeite hebt om eens een keer iets op papier te zetten, de aanjager kan je daarbij helpen. Dus er is absoluut geen drempel om te zeggen van, nou, ik heb een idee, ik ben misschien niet zo goed met het invullen van formulieren, dan helpen we je daarbij. Want we willen iedereen de kans geven. Fijn. En dan kan je ook terugvinden op de website? Kun je allemaal terugvinden op de website. Hartstikke fijn. Goed Marcel, dan gaan we het hier belaten. Dankjewel en een heel fijn weekend. Fijn weekend. Okay, bedankt hè. Okay. Dankjewel. Hoi. Hoi. Ongelooflijk. Ja, die is ook natuurlijk druk. De gemeente organiseert van alles om natuurlijk voor de burger en iedereen zo prettig mogelijk te maken in onze samenleving. Ja, en alles is voor iedereen anders. Dus dit soort dingen is denk ik wel, vooral nu, extra welkom. Ja. Zit jij te kijken? Heb jij een idee? Of ben je er zo bezig? Of heb je iets in de aanbieding? Ben je een ondernemer die graag promotie wil maken voor een nieuwe dienstverlening die je nu doet? Kun je iets doen voor de mensen in Heesterlee, de Kranendonk, wat voor manier dan ook? Of heb je een hulpvraag? Kun je wel wat aandacht of wat enthousiasme of een beetje positiviteit gebruiken? Dan mag je ons altijd even een berichtje sturen. Dat kan het beste via de e-mail televisie@rtvhorizon.nl. Ik zet even het geluid uit, want volgens mij horen we onszelf een beetje dubbel. Dat heb je zo met live tv. We kregen trouwens nog een leuke reactie van een van de kijkers. Die zei van, goh, bij Horizon hebben jullie het geestelijk vitamintje. Zou het niet een idee zijn om het feestelijk vitamintje in jullie programma te brengen? Ja, we hebben natuurlijk genoeg tonpraters in onze regio, hè? Zou ze ervoor te porren zijn, die tonpraters? Ja, ze hebben natuurlijk minder te doen, dus wellicht hebben ze tijd over. Ze hebben minder te doen, maar ja, ze willen misschien niet zo makkelijk die grap misschien weggeven. We zitten misschien wel in een show. Maar je hoeft ook geen grap, je kan gewoon een vitamintje, toch? Ja, positief iets. Ja, voor de kijker. Ben je tonprater? Word je tonprater? Of denk je dat je tonprater bent? Ja, of ken je iemand die kan tonpraten? Of heb je gewoon de humor aan je broek hangen? Dat hebben sommige mensen ook. Ja, sommige mensen hoeven niet veel voor te doen, hè? Heb jij, of lijkt het je leuk om één keer, mag ik vaker, een bijdrage te leveren aan het feestelijk vitamintje? Dus iets minder serieus, maar vooral met een lach. Dan willen we je graag uitnodigen om te reageren. Het lijkt ons hartstikke leuk om dat aan onze kijker te brengen. En dat kan via beeldbellen, dat kan via Teams, Skype. Er zijn genoeg mogelijkheden voor. Oké, heb jij nog iets wat we moeten mededelen? Hebben we nog iets speciaals? Nee, ik heb vandaag niks speciaals. Nee. Ik heb wel nog iets leuks, nog een leuke verrassing. Oké. Ik kwam een tijdje terug kwam ik een filmpje tegen en dat deed me denken aan vroeger. En dat wil ik je even laten zien. Kijk of jij dit nog kent. Er zijn beren in alle maten. En ook beren die praten. Er zijn beren die springen. En ook beren die zingen. Ik heb beren die veel weten. En één die houdt van honing eten. Maar wolken kan nog veel meer. Met z'n vriendjes in het bos. Avontuur die erop los. Iedere keer telkens weer. Kijk naar wolken de beer. Wolken, wolken, wolken de beer. Daar is hij weer. Toen was televisie nog heel erg simpel met Bolken de Beer. Ja, we gingen zwemmen met groep 3 van de lagere school. Gingen we zwemmen met de bus naar Budel. En zongen we dit liedje altijd in de bus. Ja. De hele weg. Geweldig. Ja. Mooie herinneringen. Goed, even kijken of er nog kijkers zijn die wat willen reageren. Kijken wel wat mensen. Zelfs de burgemeester zit mee te kijken. Wat leuk. Ja, die hebben we maandag trouwens in dit programma. Burgemeester Ronald van Kessel, die gaan we maandag even kort bellen. Heb jij nog iets wat je met ons wilt delen?
alles is welkom. Als je kind leuk instrument kan spelen of iets leuks gemaakt heeft of kan knutselen of maakt niet uit, een mooie tekening, een gedicht. Of je bent muzikanten, je kan een leuk muziekje spelen. Wij weten dat veel ouderen naar dit televisieprogramma kijken in het verzorgingstehuis, want die zitten niet op social media. En doordat we het op televisie brengen, kunnen we dus ook de ouderen bereiken. En misschien wil je wel de groeten doen. Het enige wat je moet doen, is je telefoon pakken, hem zo houden, gewoon filmen en dat filmpje even naar ons toesturen. En dan kunnen we het gewoon op televisie laten zien. Misschien vinden ze dat wel heel erg leuk. Je moet de groetjes doen aan oma, toch? Groetjes, maakt niet uit. Ja. Alles is welkom. Iemand feliciteren. Kan ook. Ja, leuk. Goed, dit was hem voor nu. Over een uurtje of anderhalf denk ik op televisie te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. En, fijn weekend. Ja, jij ook. Hebben we geen show van de radio, zitten we tv te maken. Maar ja, ja, goed. Toen wist het ook niet van deze lockdown natuurlijk. We zijn er maandag weer met een verse aflevering. En voor nu, fijn weekend en tot de volgende keer. Fijn weekend. Oké, okay. Hoi hoi.